De ABOP-fractie in de Nationale Assemblée ziet graag dat de veiligheid in het binnenland opgevoerd wordt. Vooral met de stijging van de criminaliteit. Tijdens een openbare vergadering afgelopen donderdag in het parlement zei parlementariër Genevieve Jordan dat elke burger recht heeft op veiligheid. Echter lijkt dat niet het geval te zijn in het resort Albina. Volgens Jordan zouden de werkomstandigheden van de politieambtenaren op Albina niet zijn wat het wezen moet. Daar hebben ze geen pro-wagens om het werk te doen. En voorzitter, u kunt zich voorstellen wanneer de criminelen zullen horen dat er geen pro-wagens zijn. Dan kunt u zich voorstellen wat er kan gebeuren. Edgar Sampi van de ABOP meent dat ook de veiligheid in het Matawai-gebied te wensen overlaat. Zijn collega Obed Kanapé vindt dat het geen zin heeft politieagenten in het binnenland te hebben als ze niet goed equipped worden. Maar zeker ook had ik hier in uw college aandacht gevraagd voor de stijgende criminaliteit, stijgende berovingen in het Matawai-gebied. En niet lang terug hebben we gezien dat een Braziliaan vermoord is, beroofd is en vermoord is, voorzitter. Graag wil ik van u weten wat het plan is van de regering om de criminaliteit in dit gebied aan te pakken, voorzitter. Of de resources hebben, de basic resources, om hun werk te kunnen doen. Dan halen ze liever uit het gebied, dan vertonen ze niet daar. Meneer de voorzitter, want ze geven geen enkel gevoel meer van veiligheid. Als ik kijk naar Toelmans Eiland en andere gebieden waar ze vertoeven.